gaan naar een nieuwe lunchroom in Den Haag. Want die heeft totaal geen last van personeelstekorten. Nee, het loopt de storm daar bij lunchroom Prikkel. Pas een maand open en er vallen volop sollicitatiebrieven op de mat daar. Want het is op dit moment de enige plek in Den Haag waar je als iemand met autisme kan werken. Nou, zo'n werkplek waar je ondanks autisme gewoon echt meetelt, daar was behoefte aan. Dat zag ook eigenaresse Jeanette Knoester aan haar eigen zoon. Inmiddels hebben ze al bijna 20 sollicitanten moeten afwijzen in die korte tijd. Het team zit helemaal vol. En dat is toch opmerkelijk in een tijd dat de personeelstekorten in de horeca zo ontzettend groot zijn. We hebben zelf een zoon, Lars, van 17 met autisme. En die gaf al heel jong aan dat hij graag in de horeca wil werken. Maar er zijn weinig gelegenheden en helemaal echt specifiek met autisme. Dus vandaar dat het kwam het idee om zoiets op te zetten. Koffie maken, bakken, afwas, met doekjes vouwen, bestek klaarmaken, heel veel. Een horecazaak is natuurlijk wel een drukke plek voor mensen met autisme. Werkt dat dan wel? Als je dingen duidelijk zegt, duidelijk vertelt, we helpen ze zoveel mogelijk. Maar toch ook het zelfvertrouwen dat ze het zelf kunnen doen. Dat gaat eigenlijk altijd goed. We krijgen heel veel aanmeldingen van sollicitanten. Vaak wel 3, 4, 5 per dag. En ja, het liefst zouden we iedereen aan willen nemen, maar helaas gaat dat niet. Dus we hopen wel dat er steeds meer bedrijven de mogelijkheid bieden om mensen met autisme in dienst te nemen. Ja, dit is een duidelijke oproep en dan zie je dus dat het ook werkt. Ja, en ik hoop ook, er zijn ook steeds meer bedrijven die de arbeidsmarkt geschikt maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want vaak heb je, als je aan één kant een afstand tot de arbeidsmarkt hebt, heb je aan de andere kant een talent. Dus mensen met autisme zijn bijvoorbeeld weer heel goed in het op volgorde leggen van adressen of andere dingen, weet je, heel geconcentreerd. Heel precies.